In de wereld van de Nederlandse televisie schittert Helene Hendricks, 43, als nooit tevoren. Met haar snelle opkomst heeft ze zelfs de gevestigde namen Linda de Mol en Chantal Jansen achter zich gelaten. Genomineerd voor de prijs van beste presentator, heeft Helene besloten een andere weg in te slaan dan haar collega's. Anders dan Linda en Chantal, die hun wens om een talkshow te presenteren nooit onder stoelen of banken hebben gestoken, heeft Helene deze zomer bewezen dat ze meer in haar mars heeft. Ze leidde wekenlang elke avond de talkshow Oranje Zomer op SBS6 en het publiek omarmde haar. Haar succes wordt toegeschreven aan haar oprechtheid en onbevreesdheid. Waar anderen hun woorden wegen, spreekt Helene haar gedachten uit. Maar het interessante is dat het succes en de roem haar nauwelijks lijken te raken. Ze deelt weinig tot niets over haar privéleven met de buitenwereld. In een interview met Story onthulde ze slechts enkele details. Ze is een van een drieling, heeft een relatie en dat is het. Ze is gelukkig met haar partner, maar hij verkiest uit de schijnwerpers te blijven. Helene heeft bewust gekozen om haar persoonlijke leven af te schermen, waarschijnlijk vanwege de harde kritiek die bekende Nederlanders en hun partners kunnen ervaren als ze van hun voetstuk vallen. Ze woont in een huis in Brabant dat ze in 2021 kocht voor 1,5 miljoen euro, maar het staat alleen op haar naam.